Tijdens Oud-Door-Brabant vond ook het NK Vierspannen plaats. Groot favoriet was IJsbrand Chardon, die hier zijn 25e landstitel zou kunnen winnen. Na een spannende strijd tussen Koos de Ronde, IJsbrand Chardon en Theo Timmerman, won uiteindelijk Theo de titel. Ja, dat was even een lekker gevoel zo, hè? Nou, ik kan me voorstellen, het was heel spannend ook. Ja, zeker, want ik wist dat IJsbrand een balletje had gereden. En toen reed ik zelf ook nog in. Ik denk, ja, nou moet ik er echt op gelet, dan gaat het niet door, hè? Maar de paarden deden het fantastisch en dan moet je je eigen onder controle houden, hè? Hop. Dus ja, fantastisch. Had je het vooraf verwacht? Nou, nee. Kijk, het Nederlands kampioenschap, ik ben al 5 jaar achter elkaar tweede geworden. Ja, en nou hebben we hem dan een keer. Dus ja, fantastisch natuurlijk. Kijk, als er iemand van tevoren had gezegd tegen de derde van Theo Worden, zegt nee, dat wordt Koos of IJsbrand. En nou toch, nou fantastisch. Ja, en IJsbrand naar 24 keer van de troon gestoten. Ja, mooi toch? Werd een keer tijd. Nee hoor. Maar IJsbrand is natuurlijk een fantastische rijder. En het gaat op het scherpst van de snede. Je ziet hoe klein het verschil is. Maar ja, de ene keer geluk en de andere keer pech. En deze keer hebben we hem. Oh, het is natuurlijk een fantastische wedstrijd. Het is de grootste wedstrijd van Nederland. En ik denk op tweede, derde grootste van Europa. Dus ja, het is wel degelijk een heel belangrijk groot evenement. Hoe gaat het met? Nice. September de EK. Ja, dat is de volgende doel. Hè? Ja, kijken of het kan evenaren. Daar ga je nu met een positief gevoel naartoe. Ja, maar dat ging toch wel. Dat ging toch wel. De paarden zijn gewoon top en we hebben alles top voor elkaar. En het groeit nog steeds. We hebben wel gewisseld in de marathon en zo. Dus wat dat betreft denk ik dat we een hele eind in de goede richting zitten. Nee, IJsland, jullie krijgen een noot omhoog. Met z'n tweeën. Nee, we doen het niet.